Yo, ik ben Rick en welkom bij in ieder geval de laatste aflevering van het eerste seizoen van Banished. Dus ja, zoals je misschien wel gemerkt hebt, afgelopen vrijdag, was het vrijdag? Ja, dat was vrijdag, heb ik seizoen 3 van Cities Skylines gepremeerd. Ik heb dat spel ondertussen weer een beetje te spelen, zeg maar. En de verleiding werd gewoon te groot, ik wou dat spel weer gaan spelen. Dus ik heb ervoor gekozen om die serie weer op te starten. Tegelijkertijd had ik ook het gevoel dat Banished een beetje ja, aan het einde van zijn loopbaan was, zeg maar, qua seizoen 1. Begrijp me niet verkeerd, het is een leuk spel. Maar we hebben nou zo'n beetje alles gedaan. We missen een paar seeds nog. Maar ik bedoel, dat is nou niet echt zo erg de moeite waard. We hebben ondertussen alle gebouwen. We hebben hier een boarding house gemaakt. Dat is deze. Sindsdien we die gemaakt hebben we eigenlijk alles. Even kijken. De well hebben we niet. Ja, hoe? Dat is wel heftig. Nou, die hebben we nu ook. We hebben die. We hebben die. We hebben alles hiervan. Behalve de Gatherer's Hut. Maar ik bedoel, dat is ook niet zo speciaal. Even kijken. Hebben we hier alles van? Die hebben we. Ja, we hebben zo'n beetje alles. En ja, ik had zoiets van, ja oké, weet je, we kunnen nou nog wel vrij wat uitbreiden, weet je. Dus we gaan kijken naar onze map, weet je, dit is het gedeelte wat we volgebouwd hebben. Het is een beetje moeilijk te zien, maar ik kan hem ook niet echt groter maken, dat is vervelend. Maar ja, dit gedeelte hier zo hebben we volgebouwd, dat is ongeveer een kwart van de hele map. Maar ja, het begint, dan begint het gewoon hetzelfde en hetzelfde en hetzelfde te worden, weet je wel. Niet zo'n interesse in eigenlijk. Even kijken hoor. Wat gaan we hier aan doen? Laten we groeien. We hadden trouwens laatst een wow. Oké, mijn andere beeldscherm begint opeens te trippen. Wat ben je aan het doen? Oké, dan moet ik zo even checken. Dat vind ik niet zo fijn eigenlijk. Dat is inderdaad niet fijn. Wacht. Maar goed. Merchant. Kijk eens aan. Wat de laatste wat nomads. Dus dan krijg je een berichtje van, hey, je hebt mensen die stad willen bezoeken eigenlijk. Dus even kijken of we hem nog kunnen vinden. Het was niet zo lang geleden. Misschien wel trouwens. Ik weet het niet. Die kan weg, die kan weg, die kan... Nee. Whatever. Het is niet zo belangrijk. Merchant. Nee. Nou ja, whatever. Wacht even. Wow, mijn beeldscherm is nu opeens geel. Oké, ik zet hem heel even uit. dat is niet zo fijn. Maar goed, ja, hier. Nomads, bla bla. En je kan het hier dus accepteren. Dan kregen we opeens... hoeveel kregen we er opeens bij? 20 mensen of zo. En ja, die hebben dus geen huis. Daarvoor heb je een boarding house nodig. Wat is er gaande met mijn beeldscherm? Het is helemaal geel. Oké. Ja, dan moet ik zo even checken. Want dat vind ik niet fijn. Goed, jongen. Wacht even, ik moet even een foto hiervan maken. Waar is mijn telefoon? Shit, die ligt dan op de ladder. Oké, never mind. ja, dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik het seizoen ga afsluiten, zeg maar. Ik wil in ieder geval wel zeggen dat het sport wel prima is geweest. Dus daar wil ik jullie voor bedanken. Het was een leuke serie. Leuk spelletje. Op een punt erg verslavend, maar ik bedoel, dat heb ik veel vaker met dit soort spellen. Hey, ik wou hiervan wel een okkert maken, weet je wel. Oh, nou is mijn scherm opeens weer normaal. Wat? Oh, nou niet meer. Hè? Huh? Wat? Ik vind het... Wacht, dit vind ik zo vaag. Dit heeft effect. Wat? Ik snap er niks meer van. Maar goed, ik wou hier een okkert van maken, weet je wel, van deze bomen dingen. Alleen toen had hij opeens deze hele heuvel had hij geterraformd. Zoals je kan zien, weet je, dit hier zo, daar lag een pad. Maar toen heeft hij deze hele heuvel weer omhoog geknald. Voor een of andere reden. En sindsdien kunnen we zeg maar niet meer een farm hier maken. Dus dat is balen. maar goed, hè, dat is een dingetje. Wel. Gaan ze hier ook een pad op maken? Oh, oké. Dus tenminste, die is dan al gemaakt. Oké, fijn. Inventory. Kijk, hoe zitten we qua voedsel? We zitten aardig. Niet zo fantastisch, maar redelijk. Daar twee farms. Ik heb
er hier ook nog één bij gemaakt. Dus zodra we er op één weer 10 hebben, dan kunnen we weer splitten. Ja, gewoon een beetje die voedselproductie omhoog krenken, zeg maar. Kijk, kunnen we hier... Dit zou echt vet zijn als we hier dus precies een voedselding kunnen maken. Oh, nou, dat kan makkelijk. Dus even kijken hoor. 14, 15. Bam, dat vind ik wel een leuke plek eigenlijk. Zo. En als we hem nou vanaf hier doen. En dan zo. En oh, kom terug. Daar. En kunnen we een pad hier zo maken? Storage of produced goods is bijna vol. Wat? Wat? 80%. Ah, oké. Oké. Ja. Klopt wel aardig. Zit jij ook vol? Ja. Dat is een luxe probleem. Ik heb hier trouwens ook een storage bar neergezet, zodat de mensen die hier zo werken, zeg maar, sneller hun dingen kwijt kunnen. En ik bedoel, we hebben allemaal vendors die dus de spullen heen en weer lopen, dus dat is het probleem niet. Ik weet dat jij bijna vol zit, maar dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Oeh. Chapel, ja hoor. Ha, we gaan lekker op zich. Ik denk niet dat we erg kunnen klagen over de dingen die we bereikt hebben. Even kijken, kunnen we hier nog een paar huizen bouwen? Ja, dat kan. Wat fijn. Dat gaan we dan even doen. Bam. Let's go. En ja, dat is alleen maar goede dingen zijn gekomen. Nee, dat is niet waar. Maar ja, ik vond het een leuk seizoenetje. En mijn schermen zo geel. Ik vind het zo vaag, ik snap er niks van. Maar goed, hè, whatever. Die zit ook aardig vol. Ik moet er echt even naar kijken zo. Ja, nee, dat bevalt me niet. Het zou echt lullig zijn als mijn scherm nou opeens stuk gaat. Vind ik toch niet zo fijn, want ik heb eigenlijk niet geld voor een nieuwe. Tenminste, ik wil er geen geld aan uitbesteden. Laat ik het zo zeggen. Storage produce goods is bijna vol. Ja, ik weet het. Daarom bouw ik huizen. Dan kunnen ze wat van die bende kwijt. Wat zit er allemaal in dan? Heel veel potatoes. Oké. Wat nou als we hiernaast gewoon even een storage barn erbij bouwen? Storage barn. Dat kan wel, toch? Ja. Als we nou gewoon daar doen. Hey, stomme kutkippen. Hou je mond. Hey. Mensen hebben het koud. Hoe kan dat? Wat is je probleem? Je hebt niet genoeg hout. Oh ja, dat is inderdaad wel een dingetje, ja. Wat gaan we bij jou doen? We gaan bij jou bonen doen, want die gaan wel lekker snel. En dan, ja, ze hoeven dan wat minder... Nou, hebben ze wat meer tijd om heen en weer te lopen, zeg maar. Produce goods is bijna vol. Ja, ik weet het. Ik weet het, jongens. Je moet nou even stoppen met huilen, want dat werkt niet. 9, ja, oké. We hebben bijna genoeg mensen, of genoeg koeien om deze ook te vullen. Het is vervelend dat je echt moet wachten tot je 10 koeien hebt voordat je ze kan splitten, maar goed. Whatever, weet je, het is prima. 19 hout, dat is niet zoveel jongens. Dat moet beter. Hertzman. Ah, kijk. Goeie dingen. Ellison has become a student. Oké. Dat is goed nieuws, I guess. Wat is allemaal gaande? Oh, is nog iemand dood? Ja, jij hebt niet zoveel... Oké. Ja, de Iron die zit al vol. Stonecutter. Oh. Laten we er even 30 van maken. Weet je waarom niet? We hebben de mensen ervoor. En jij zit vol. Oké. Nou, het gaat best toch? Ik vind dat het best gaat. Echt, die kippen, dat is echt een vervelend geluidje. Ik snap niet hoe mensen daar... hoe mensen dachten van, hey, dat is een leuk geluidje. Laten we die gebruiken daarvoor. Maar, Merchant. Wat heb jij voor ons? Je hebt voedsel. Pumpkin hebben we al. Die hebben we al. Pumpkin, dat hebben we allemaal al, jongens. Jongen. Dismiss. Als het goed is, kunnen we hier eens kijken. Producten, overview... Graphs, Nomad, Trade Items. Ja, hier. We missen nog twee seeds. En livestock hebben we allemaal. Volgens mij missen we één boomseed en één, zeg maar,
crop seed. Dus dat is prima eigenlijk. En dat we daar niet, niet erg over kunnen klagen. Echt een houttekorter. Ah, nou, dit hout is in ieder geval voldaan. Dit is ook bijna voldaan. Oké, dan kunnen we bijna al het hout weer gaan gebruiken om stookwood te maken. Laten we nou ook even een paar miners erbij doen. Kijk, dan krijgen we wat meer kool ook. Want kool kunnen ze natuurlijk ook verbranden. En dan ja, is dat ook goed. Dat werkt er ook voor, zeg maar. Kindjes geboren. Ja hoor, komt u maar, komt u maar. Wat heb jij? Herbs, te veel, oké. Okay. Ik heb er een tweede herbalist bij gedaan om ervoor te zorgen dat, ja, mensen, dat er meer mensen zeg maar, naar hen toe kunnen komen. Weet je, we overproduceren wel aan herbs, zeg maar. Maar ja, dan hebben we niet genoeg mensen om zeg maar, mensen te genezen. Snap je? Een soort van doktoren, weet je. Ja, dat. Door twee herbalisten te doen, dan ja, kunnen meer mensen geholpen worden, is de gezondheid beter geworden. En de happiness is niet zo hoog. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat deze hier zo niet zo fantastisch voelt. Ah, dat is niet zo erg. 600 wol en dat ding zit vol. Echt, what the heck. Oké. Okay. Hoeveel claim zitten we? Oh, dat is niet zoveel. Laten we dit even zetten op wolcoats. Want wol hebben we echt meer dan genoeg. En dan kunnen we even produceren, wat leather produceren. Tegelijkertijd krijgen we wat we zorgt ervoor dat we wat wol minder gaat. Wat denk ik wel een goed dingetje is. Zo. En jullie zijn weer lekker aan het hakken. Dat is goed. Jullie zijn hier lekker aan het hakken. Dat is goed. Ja, het gaat wel prima zo. Ik denk dat we zeker wat tevreden kunnen zijn over het stadje wat we opgebouwd hebben. En ja. Wie weet seizoen 2 ooit eens op een dag. Wat ik wel een beetje jammer vond aan het spel is dat, weet je, nou hebben we zo'n beetje alles uitgevogeld, dus er zit niet meer echt verdere dieptegang in. Ik heb het gevoel dat bij Cities dat er toch wel wat, dat er wat meer, ja, dat je wat langer mee kan spelen, zeg maar. Dus nou, ik ga kijken op mijn Steam, ik heb nu 27 uur gespeeld en ik zit bij Cities al echt ruim op 200. Dus ja, dat is een verschilletje, nietwaar? Of een schilletje. Oké, dat is echt... Ja, ik stop alweer. jongens. Ja, jij wordt bijna gebouwd. Oké, dat is goed. Maar goed, dan denk ik dat ik het hierbij ga houden voor de laatste aflevering van Banished. Ik wil nogmaals bedanken voor het kijken van dit seizoen. I had a great team, om het zo maar even te zeggen. Ik heb het naar mijn zin gehad en ik hoop jullie ook natuurlijk. En ja, dan... zie je weer bij Cities, dan zie ik je bij een andere serie van mij. Dan zie ik je bij misschien seizoen 2 van Banished, weet je. Misschien zie ik je nooit meer, dat kan ook. maar goed, in ieder geval, ik nogmaals bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en dan zien we je een andere keer gewoon weer terug. Later!